<laughs> ja, mijn beste vrienden, het is donderdag 29 juli. En uh, para maribou, groet u, hier ja, dan. Vanmorgen werden we uh, uh, onaangenaam verrast met een foto van de ex-first lady waarop er stond die vechten van de wakke ik moet u eerlijk zeggen, dit is een zeer onsmakelijke zaak. We distancieren ons van dit soort materiaal. U weet, wij maken nooit foto's, wij maken video's. Dat mag een teken zijn. Als we iets maken, dan nemen we ook de verantwoordelijkheid ervoor. Aan de makers van dit soort uh, foto's en dat soort opschriften, moeten we vragen om het niet te doen, omdat dat ten eerste. Het vooronderzoek waar wij mee bezig zijn en waar de journalisten mee bezig zijn, gewoon frustreert. Ga niet op de plek zitten van de rechter. Je bent geen rechter. En gebruik uh, uh, social media om de zaak op te bouwen. Ga voor een nationale zaak. Dat is wat we aan het doen zijn. We zijn bezig te onderzoeken wat er aan de hand is met ons historisch-cultureel erfgoed. Dat zijn we bezig te doen. Oké? Okay? Verder willen we graag weten wat er is gebeurd met de 20 miljoen US dollar die uh, premier Moody ter beschikking van Suriname heeft gesteld. En dat soort zaken. Mag niemand in stomme, rot fotootjes uh, een naam geven. Tenzij je rechter bent, kan je dat doen. Maar wij. Nemen afstand van al dit soort materiaal. Nogmaals, wat we doen, wij maken video's. En dan staat er natuurlijk 100.000 bovenop dat wij het gemaakt hebben. Alright? maar we groeten u. Dankjewel. Doei doei. Hey.